Het is Queer Day bij IDFA en vandaag ga ik in gesprek met danser en model Christianus van der Waag over de film Cassandro el Exótico. A lot of people see me as an exotico leader, as an exotico goddess. That's why I'm called the Liberace of Lucha Libre. But I've been through a lot. De film Cassandro el Exótico gaat over Cassandro en hij is een Mexicaanse showworstelaar. Alleen hij is behoorlijk anders dan de andere worstelaars. Kan je uitleggen wat hem zo anders maakt? Ja, het eerste is dat hij geen masker draagt. Bij de meeste showworstelaars, als je alleen hun ogen ziet en hun mond en hun haar is ook totaal bedekt. En Cassandro is super trots op zijn haar en draagt dus nooit een masker. Ik zie in hem een soort Jerommeke. Een hele stoere vent, machtig mooi gespierd, vind ik. Noemt zichzelf exotico, omdat hij totaal niet past in die wereld van de gemiddelde worstelaar. And I've been a world champion of UWA in 1991. Super luchador, oriundo de Juárez, radicado en el paso, es un fuera de serie. Is increíble lo que lucha Cassandro. En hij heeft in zijn haar inderdaad met een föhn heeft hij het helemaal getoupeerd, geloof ik. En dan noemt hij zichzelf een exotico. Wat houdt dat in volgens jou? Volgens mij noemt hij dat een keer. De gender diversity, daar staat hij voor hem. Van hij wil eigenlijk niet in een hokje passen. Hij zegt wel een paar keer ik ben gay. Maar hij wil absoluut niet op een man lijken. Hij wil niet op een lesbo lijken. Maar hij doet echt superleuke uitspraken over zichzelf. Maar je kunt hem niet vangen in een hokje. En dat vind ik dat hij echt heel knap doet. En daarom zegt hij dat hij een exotico is. Ja, en ik vind dat eigenlijk een mooie definitie van queer. Zoals hij dat geeft vanuit zijn Mexicaanse achtergrond. Ja, vind ik dat hij daar best wel lef in toont in die macho wereld. Cassandro die wordt langzamerhand ouder. Hij is de 50 gepasseerd en zijn lichaam geeft het langzaam op. Jij bent eigenlijk pas op je 60ste begonnen met dansen. Ja, dat is een beetje de omgekeerde wereld. Deze man heeft echt vanuit zijn puberteit een carrière opgebouwd. En ik ben pas eigenlijk na mijn 60ste begonnen met dansen. En ook de ontdekkingen gedaan in de queerwereld. Ik sta in Amsterdam bekend als Christianus queer genderverrassing. Of ik nou een jurk aan heb, of een cape, zoals Cassandro. Het is maar uiterlijk. En dat hokjesdenken vind ik dat we daar eens een beetje van af moeten. I've been beat up, I've been hurt. A lot of doors shut on my face. Because I was labeled like gay, exotico. Is je een scène bijgebleven uit de documentaire? Ja, het moment dat hij definitief echt verslagen wordt in de ring. Maar je ziet dat hij dan thuis is, totaal gekwetst. Hij komt er ook uit met een been wat volgens mij een jaar lang moet genezen. Hij ligt op een gegeven moment met een brace om, ligt hij zo alsnog stretches te doen, geloof ik? Ja, zo gehandicapt. Hij is echt super gehandicapt. Maar wel de discipline om zich weer daar bovenuit te werken. Hij was echt wel kapot. En waar hij het meest kapot van was, was dat zijn haar eraf was. En dan zie je hem met zijn föhn bezig, maar er is nog nauwelijks haar. En dan ontstaat er ineens toch een krul. En dan wordt hij helemaal super blij dat hij weer een krul kan maken met die krultang. Ja, ik vind het super aandoenlijk. Een oordeel, wat vond je van de film? Ik vond hem fantastisch en ik was ook vaak geëmotioneerd hoe deze man zich staande hield als een echte exotico. Want hij is op zoveel gebieden, zegt hij, ik ben anders. En hij hield zich toch staande. Dus ik vond het echt fantastisch. I've thought about retiring, but not now. It's not my time. My body tells me it's time, but my ego tells me I can still go.